De werkzaamheden aan de bruggen in de Van Rechteren Limburgsingel zijn in volle gang. Het blijkt dat het hard nodig was, want nu het wegdijk is verwijderd, is te zien dat een deel van de ijzeren bewapening verroest is. En dat zou op den duur gevaar kunnen opleveren. Naar verwachting gaat de brug pas in november weer open.